Welkom op de Accenture Innovation Awards. Een dag lang interviews met vernieuwers, starters en grote gevestigde namen. Een nieuwe gast aan tafel. Wie ben jij en wat doen jullie? Ik ben Geert Koolthof en ik ben van Naals. Naals is de service provider van Internet of Things. En dan beginnen we met smart home services. Dus we gaan slimme huizen maken. En wat is voor jou of voor mij een slim huis? Een slim huis is dat als jij de oprit opkomt, lampen aangaan, de alarm er automatisch vanaf gaat. Maar ook op het moment dat jij het huis vertrekken verlaat, lampen vanzelf eruit gaan, de cv, de kachel daar uitgaat als die aanstaat. Maar ook bijvoorbeeld als jij een uur het huis leeg gezien wordt, dan geven we jou een sms'je van, god, moet het alarm niet aan. Ja. Dus dat is een slim huis, die denkt met je mee. En die doet dus dingen automatisch voor jou. Ja, hey, het is een terrein waar veel over te doen is. Hè? Veel bedrijven met initiatieven bezig zijn. Wat maakt jullie onderscheidend? Nou, wij hebben bewust gekozen om vooral geen hardware te ontwikkelen. Wij pakken de beste producten uit de wereld. En die integreren wij in onze oplossing. Dus weet je, dat wij werken samen met Philips Hue, Nest. Maar die producten die werken allemaal niet echt lekker met elkaar. Het zit allemaal op verschillende communicatieprotocollen. Als je sensoren hebt, wat veel gebruikt wordt, is een Z-Wave is een technologie die gebruikt wordt. Zigbee wordt in de verlichting gebruikt. Het zijn allemaal verschillende standaarden die voor consumenten lastig tot één oplossing zijn te brengen. En wat je ziet is dat wel hele mooie oplossingen worden geleverd door bijvoorbeeld Philips. Maar die zijn dan puur gericht op verlichting. Nest die richt zich op beveiliging. Rookalarm en camera's en de thermostaat. Nou, zo heeft iedereen zijn eigen zuil waar hij gespecialiseerd in is. Maar het mooie van Internet of Things is om alles samen met elkaar te laten werken. En dan wordt het één werkend geheel. Ja. En klanten zijn niet geïnteresseerd om te knutselen in de meterkast. Ze willen zelf een totaal werkende oplossing hebben. Maar betekent dat dan dat jullie wel bij mij in de meterkast komen? Heb ik jullie thuis nodig, zeg maar? Je hebt ons in eerste instantie nodig om het even aan te sluiten. Dat doen we ook allemaal voor jullie. En dan laten we een werkende oplossing achter. En vervolgens kunt u ook ons altijd bellen als u zegt, ja, weet je, die lampen gaan na 15 minuten al uit, dan wil ik eigenlijk na 20 minuten. Ja. Passen wij dat voor u aan? Maar je hebt ook zo voor me gemaakt dat ik het zelf allemaal kan doen. Het zou kunnen als je een aantal mensen, maar wij zijn erachter gekomen dat dat minder dan 10% is die dat zou kunnen in Nederland. En daar wil je richt je liever op die 90%? Op die 90%, ja. Want dat is de hobbymarkt, die is er ook, maar dat is een kleine markt. En weet je, dat vindt op de duur gaat moeders de vrouwen dat niet zo leuk meer vinden. Dat het huis steeds niet doet wat je wil. Ja, snap ik. Hey, je zei, wij kiezen voor om zelf niet die hardware te doen. Want dat zijn andere partijen die dat ongetwijfeld heel goed doen. Die kunnen er ook meer energie et cetera, in stoppen. Wij zorgen ervoor dat de dingen met elkaar gaan samenwerken op een eenvoudige manier. Maar betekent dat dan dat jullie bepalen of er in mijn huis een Nest of een Philips lamp komt? Of is het zo open? Kunnen jullie zo open? Nou, niet alles, want wij willen wel van tevoren hebben wij getest. We zijn met Naals in 2014 al begonnen. Hebben we uitgebreid een testen gedaan om te kijken wat nou met elkaar werkt. Om dat met elkaar te laten doen. Want het is niet zo dat alles automatisch met elkaar werkt. Dus als het in onze portfolio past en wij weten dat het werkt, dan kunnen we het installeren. Dan bieden wij keuzemogelijkheden. Ja. Hey, en als ik dan naar jullie website ga of ik bel jullie op, en ik zeg, nou, ik wil dat mijn huis wel eens een beetje slimmer wordt. Hoe gaan we vanaf daar? Waar beginnen we? Dan kom ik bij jullie en dan gaan we praten over de scenario's. Van, goh, hoe leven jullie? Hebben jullie een gezin? Hebben jullie kinderen? Staan er op slaapkamers? Laten ze de lampen branden? Weet je, en we gaan helemaal vanuit het gebruik uit het engineeren. Niet vanuit techniek, wat dus veel gedaan wordt. Dus je wil uiteindelijk dat het huis fungeert zoals je het ook graag wenst. En daarom is het ook de naam Naals voor gekozen. Het is de butler van de nanny. Ja. En wij vinden dat slimme huizen moeten dienstbaar zijn. En moeten doen, want mensen zijn toch angstig voor techniek. En, je hoort er veel negatieve verhalen over, maar techniek kan juist heel erg behulpzaam zijn. Maar dan moet je het wel op een goede manier inrichten. Ja, moeten jullie dus behalve technische hobbels, om de dingen aan elkaar te knopen, dus ook mentale hobbels bij mensen? Is dat wel wat je voelt inderdaad, dat mensen misschien als ze het zien en hebben, nou, er heel blij mee zijn? Kijk, mensen zijn natuurlijk al hun hele leven gewend om gewoon met de lichtknop en de lampen aan te doen. Ja. En ze kunnen zich niet voorstellen dat, we krijgen heel vaak ook het verzoek van, ja, we willen toch ook wel die lichtknoppen erbij hebben. Nou ja, weet je, dat kan. Ja. Maar ik weet zeker dat je na een week inderdaad die lampen nooit niet meer gebruikt. Want als de lampen vanzelf aangaat, als je komt aanlopen, is het natuurlijk veel fijner. Ja.
En, dus, maar goed, weet je, voor het gevoel willen ze dat dan toch nog zelf kunnen bedienen. En dat is een overgangsperiode waar we nu in zitten. Het is een beetje als de zelfrijdende auto's waar mensen toch nog in deze fase toch nog zelf controle over willen hebben. Terwijl we eigenlijk allemaal weten dat het toch logischer is om het straks niet meer te doen. We hebben dat afgelopen week in het nieuws gezien met de Tesla. Die staat hier ook. En daar kun je dus gewoon nieuwe software inladen en dan kan die in één keer hele slimme dingen. Ja. Nou, dat is ook met onze oplossingen. Wij krijgen ook steeds nieuwe software. Die installeren wij dan ook. En dan gaan we de klanten informeren. Nou kan ook dit. Nu kan ook dat. En dat betekent dat je dus met een statisch domotica systeem, wat installateurs leveren van een Jira of een Bausch, dat zijn Nikon. Dat zijn systemen die zijn heel erg statisch. Die zijn in een bepaalde silo ontwikkeld vanuit installatietechniek. Maar daar zit heel weinig innovatie in. Omdat het eenmaal geïnstalleerd is en er komt geen nieuwe software in. Ja. En dat is dus niet prettig. Want dit soort techniek veroudert waar je bij staat. Ja. Dat is IT. Is dat ook een reden waarom je zegt, laat ons de software maar doen? Ja, klopt. Want dat vinden de meeste mensen toch te ingewikkeld. Ja. Dus 90% die kan dat gewoon echt niet. Het zijn allemaal hartstikke mooie gadgets zoals if, then, else. En ja. Ik kan daar prima mee werken. Maar dat is in de praktijk blijkt dat gewoon niet voor de meeste mensen te behapbaar te zijn. Hey, hoe doen jullie je verkoop, zeg maar? Wij hebben Naals wel als consumentenmerk neergezet, maar wij richten ons vooral nu op projectontwikkelaars in de bouw, aannemers, installateurs. En op die manier worden wij betrokken in nieuwbouwprojecten. Incidenteel worden we benaderd voor een bestaande woning. En ja, wij zijn op zoek naar partnership om ook met een grote partij zeg maar te gaan lanceren bij de consumenten die al een huis hebben. Want het is ook redelijk makkelijk toepasbaar in bestaande woningen. Oké, maar voor nu is het voor jullie inderdaad handig en slim om... Dat is de makkelijkste weg nu, omdat daar ook de business case het makkelijkste is. Want in principe hoef je in een nieuwbouwwoning niks extra te betalen voor onze installatie, omdat het minder werk wat je bespaart. Doordat er geen leidingen hoeven gefreesd te worden. Geen kabels hoeven aangesloten worden. Al die schakelaars bespaar je heel veel geld. Ja. Dus het is evident voor ook de bouwpartijen dat het waardevol is om te doen. Ja, absoluut. Ja. En ze bieden daardoor voor hetzelfde geld een slim huis. Nou, dat is natuurlijk ook in de verkoop natuurlijk voor hun weer interessant. Ja, maar voor jullie is dat dus een logisch startpunt. Maar ja, de wereld is veel groter en de markt is veel groter. Dus nu dat de volgende stap is de gewone huizen. Onze lange termijnsvisie is dat wij de internet provider worden, of de service provider worden van de Internet of Things. En wij zijn van mening dat mensen straks 100 internetapparaten in huis hebben. En dat ze bij God niet meer weten hoe ze dat allemaal moeten managen. Een tv die vraagt vandaag de dag al om een nieuwe software upgrade. En daar raken al heel veel mensen van, wat moeten we daarmee? Ja. Nou, wij denken door eerst nu een slimme computer in huis te zetten. Die verbonden is met ons hoofdkantoor, met de back-office. Kunnen wij vandaar allerlei apparaten bij. En kunnen wij access krijgen, remote zaken voor de mensen regelen. Ja. Wat zijn jullie ambities? Hoe groot moeten jullie worden? Nou, we willen in ieder geval een hele grote speler worden, een de service provider van Internet of Things. Dat is ons. En is dat in Nederland of is dat wereldwijd? In eerste instantie in Nederland en vervolgens zitten we toevallig in Enschede gevestigd, dus Duitsland ligt naast ons. En daar hebben we ook al bij aannemers al de eerste tractie. Ja. Ook daar is interesse voor dit soort moderne toepassingen. En wat is jullie concurrentie? Ja, de traditionele installateurs die nog steeds met hun uit de installatiewereld systemen werken, zoals Jira, Nikon, dat soort systemen, dat zijn onze concurrenten. Eigenlijk voor de rest is dit een vrij een nieuw gat in de markt. De partijen als Philips denken dat ze dit kunnen verkopen via de mediamarkt en dat blijkt in de praktijk toch heel erg tegen te vallen. Ja, want dat is eigenlijk wat jullie zien. Dat zeg maar de technologieën, evangelisten die overschatten. De consument, ja. Ja. De mensen zijn toch, willen dit gewoon graag geregeld hebben. En verlichting is wel eng. Het moet wel blijven doen. Ja. En als het dan niet werkt, dan hebben ze zoiets van, dan doe maar gewoon op de ouderwetse manier met de kabels. Maar goed, die drempels moeten jullie mensen ook overhelpen. Ja, klopt. Dus, maar ja, ik heb mijn hele leven in nieuwe technologie gezeten. Ja. Als eerst een sms, waar ik in 92, toen dachten mensen, je bent knettergek. Je gaat ooit een smsje gebruiken. Daarna in mobile apps. En dat was ook, mobile apps, die gaan we niet gebruiken. Nou ja, zie wat er vandaag is. En ik ben ook overtuigd dat dit absoluut zijn doorbraak gaat krijgen. Dat heeft alleen, je moet de mensen over de
hurdle. En op het moment dat wij steeds meer huizen en gaan installeren, ziet men het gemak ervan. En gaat het als een olievlek werken. En gaan mensen op de duur te zeggen, dit willen wij ook. Ja. Hey, en heb je voldoende middelen om die fase tot die grote groei door te komen? Nou ja, we zijn ook wel op zoek om te versnellen in de groei. We zijn nu wel bezig, maar uiteindelijk met meer verkoop en meer sales kunnen wij... En daar heb je geld voor nodig. Dus, ja. Dus je zoekt investeerders? Uiteraard, ja. 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 En is dit een goede plek voor je dan ook of niet? Nou, we hebben wel al de eerste contacten gelegd met meer in de corporate wereld. En dankzij de Accenture Award zijn we in contact met KPN en Essent. En, dus dat zijn toch leuke contacten. Ja. Hey, veel succes en met de toekomst van je bedrijf en vandaag verder. Ja, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Okay. Ja. Kunnen we dat ook nog terugkijken. Hey, Maurice. Hi.